Ik wilde al super lang echte Amerikaanse barbecue gaan eten, dus... Welkom bij Proef de Wereld, in waar ik de heerlijke smaak van verschillende culturen ga proeven in Nederland. En vandaag zijn we bij T-Rex in Putten. I know, what the fuck ligt Putten? Ergens midden in Nederland. Ongeacht de locatie, deze restaurant heeft echt zoveel prijzen gewonnen. Dus we wilden alles gaan proeven van het barbecue menu. Elk land doet barbecue anders, maar omdat Amerika 20 uur aan een stukje vlees besteedt, wil ik het sowieso gaan eten. Ik heb nog nooit brisket gegeten en dit is de eerste keer en oh mijn god. Dit is gewoon vleesboter, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is zo lekker, smoky, zacht. Ach, perfect. Bij het menu zat ook zalm en er zat een beetje bastardsuiker bovenop en het was zo lekker en flaky. Deze Texas sausage stelde ook echt niet teleur. En de barbecue chicken was zo juicy. De spare was goed op smaak. Ik denk dat het nog een keer opgewarmd is, want het was een heel klein beetje droog. Maar nog steeds heel erg lekker. Bij het menu zat nog pulled pork en speklap, beide heel erg yummy. En als side dishes krijg je wat toast, bruine bonen, koolsla en frietjes. Ze verkopen hier ook hun huisgemaakte sausjes en spice rub, dus het was echt super allemaal. Waar gaan we volgende keer naartoe?